Dag, mijn lieve Soul Searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve maart. Voor september 2022. Gefeliciteerd met je verjaardag. We gaan eens even zien. Het is een algemene reading, dus dat zijn dus wel heel veel. Dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld dat in jouw vriendin of dan wel je ascendant staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ben ook weer te boeken voor privé readings. Alle informatie vind je hier beneden in de beschrijving of dan wel op mijn website www.soulsearch.be. We gaan eens even zien. Misschien heb je te maken met, wat was het, een boogschutter? Want ik heb Yang energie. Leeuwram boogschutter vooral, maar deze hadden zij ook. Voor mij zit equivalent aan de aas van staven. Yang energie, vurige energie, creatief, creërend, bouwend. Gepassioneerd. Volg als vooruit. Oké, dus we hebben een nieuw begin. Ik heb een oneindig verhaal. Iets dat jou doet piekeren. Ja, nee, misschien. Is dit het niet? Piekerend en wel. Zoals een maag dat kan. Een oneindig verhaal. Een terugkerend iets. Terugkerende vraagstukken. Wat jou veel kopzorgen af en toe met zich mee kan brengen. Maar waar je twijfelt. Ja, nee, misschien. We hebben nummertje 11 volgens het boekje. De dingen volgens het boekje doen, zoals de maatschappij het van ons verwacht. Huis, ja, de stap voor stap de juiste zet, de juiste stappen maken. Volgens het boekje, traditioneel. Oké, en een steuntje in de rug. We staan hier niet alleen voor. Er is hier iemand die je inderdaad op weg helpt, ondersteunt binnen dit nieuwe begin. Oké, we gaan het zien. Voor mijn lieve maagd, september 2022. Wat is de energie voor september 2022? De zes van kelken. Simply love. Herinneringen aan de kindertijd. Kinderen. Dit kan iemand zijn uit het verleden dat terugkomt. Een verzoening en een hereniging. Een droom die uitkomt. Geloof erin. En je zult succes hebben. Dus we zullen zien. Ik heb hier, zou gewoon een soulmate connectie kunnen zijn. Dat kan iemand zijn die je niet uit dit leven, maar uit een vorig leven kent en ontmoet. Maar waarbij je het gevoel hebt van, die ken ik precies al van eerder. Gewoon liefhebben. Staat hier. We zullen zien. Wat is de uitdaging? Zoveel uitdaging heeft mijn maagd voor een verjaardag niet nodig. De vier van zwaarden. Ademhalen. Just breathe. Rust nemen. En de maagd. Hermiet energie. Ondersteboven. De vier van zwaarden spreekt over je inderdaad terugtrekken. Hele het lichtje naar binnen schijnen. Geen communicatie. Absoluut maagdelijke energie. Maar dan, met de hermiet onderop, ondersteboven, is dat dan voor mij weer eerder. Ja, je trekt je terug, maar je voelt je daar wel eenzaam in. Ik heb hier een eenzame energie. Of dan wel iemand die niet leert van de fouten. Die de antwoorden niet binnen in zichzelf zoekt. Die wel communicatie verbreekt, die wel zich terugtrekt. Maar die niet per definitie dieper graaft dan nodig zou kunnen zijn. Dan heb ik hier inderdaad volgens het boekje ook met de hoogpriester. Oké, we zullen zien. Dat is het advies. De aas van pentakels. Een nieuw begin tastbaar en concreet, maar hij komt hier ondersteboven. Dus er kan iets zijn van plannen die misgaan, een investering die misgaat. Die komt. Geldgebrek ten opzichte van een nieuw begin. Maar in het advies ben ik heel benieuwd wat het hier doet. Wat is de uitkomst? De geliefde soulmate connectie, tweelingen energie, maar ook ondersteboven. Het tij gaat keren. Met de geliefde ondersteboven kan er spreken over slechte communicatie binnen een partnerschap. Slechte samenwerking. Verkeerde keuze. Een keuze dat niet vanuit het hart is gemaakt. Wordt dat hier herzien?
op goddelijke timing. Want ik zeg met het Rad van Fortuin, er is hier wel een shift, er is hier een karmische les die geleerd wordt en daardoor afgerond wordt. En daardoor vindt er een shift plaats op goddelijke timing. Tijd gaat keren. Begeleider 6 van Kerk voor mijn lieve maagd. 7 van Pentakels, de gehangen. En we komen hier absoluut uit een stilzittende, vastzittende, analyserende energie. En de 7 van Zwaarden. Ik heb hier een energie van, met de 7 van Zwaarden, weglopen van de waarheid. Het conflict niet aangaan, communicatie niet aangaan. Je pakt wat je pakken kunt uit de situatie en vertrekt. Met de gehangenen zitten we inderdaad een beetje vast. We hangen in een limbo. Maar hier hebben we wel het licht gezien. Want door je over te geven aan de situatie, bekijk je het van alle perspectieven. Ik heb hier iemand die iets vanuit alle perspectieven heeft bekeken, geanalyseerd. Plat geanalyseerd heeft. En daardoor het licht heeft gezien. Eigenwijs, ja. Er is ook wel iemand die geen raad aanneemt van anderen. Eigenwijs en eigenzinnig, weet wat hij wilt. En met de 7 van Pentakels kan het zijn dat er is wel inzicht over hetgene wat je wilt. Maar het kan zijn dat er wat onrust is, omdat er een trage reactie. Omdat je zorgen maakt, omdat er iets te traag reageert, te langzaam op gang komt. Want we doen de dingen volgens het boekje. Dus het kan te maken hebben met kinderen. Of dan wel een soulmate connectie. Er is wat onrust omdat het traag reageert. Er is hier iemand die wel het licht gezien heeft. Maar ook wel heel eigenwijs is in zijn of haar zienswijze. Verklaar de uitdaging. Ridder van Staven. De Aas van Kelken. De 9 van Kelken. Wauw. De 10 van Kelken zou ik wel net ook al. Er komt geluk. Er komt geluk aan. Maar de Ridder van Staven is iemand inderdaad vurig, gepassioneerd. Zijn passie volgt. Communiceert. Heel soms een beetje de player in het verhaal. En omdat ik inderdaad een beetje het gevoel heb van we doen hier. Ja, wauw. Ik heb inderdaad die Aas van Staven. Een nieuw begin voor passie. Verliefdheid, verliefd zijn. Maar ik heb ook de pijn, breuk, verdriet, hartzeer. Onzekerheid en een overwinning. Dus, deze ridder durft een gok te wagen. Volgt zijn of haar passie. Met de 8 van Pentakels, hier hebben we heel veel tijd, energie, aandacht ergens aan gestoken en ingestoken. En er is een beetje een ongeduld in, maar wanneer komen nou de rewards? Wanneer krijg ik nou, pluk ik de vruchten van het werk dat ik geleverd heb, de investeringen die ik heb gedaan? Emotioneel, dan wel professioneel of financieel. Want er is hier iets dat of dan wel niet lekker werkt, of te traag werkt. Er is ongeduld in het resultaat te zien. Ongeduld in de communicatie, want ik heb hier inderdaad absoluut iemand die zich terugtrekt. En de 7 van Staven, dat is ook iemand die zich die dingen van zich afduwt. Uit zelfbescherming denk ik, nee, barrières opstelt, wegduwt. Er zijn obstakels die uit de weg geruimd zouden kunnen worden. Met de 7 van Staven komt ook spreken inderdaad over doorzetten. Je weet wat je wilt, je tanden ergens in zitten. Dus professioneel, wat ik zeg, na een tijdje van analyseren, hebben we het licht gezien. Hier werk je keihard ergens aan, je volgt je passie, je zet je tanden erin, maar het gaat wat langzaam op gang. Ik heb iemand die inderdaad heel weinig advies neemt van anderen of raad. En niet echt leert van de fouten, of dan wel zich eenzaam en alleen voelt in het verhaal. En
met de vier van zwaarden, ja. De rust vinden. Heling. Dus de uitdaging is passie volgen, voorgas vooruit te gaan. Misschien omdat je je te veel terugtrekt en daardoor dingen, situaties, mensen van je afduwt, je beschermt, uit bescherming. En daardoor werkt het allemaal niet. Er is hier wat ongeduld. Oké. Wat is dan het advies met de aas van Pentakels? Een heel bijzonder advies. De negen van Pentakels. Wel, jouw energie, maar dat is weer dat gevoel van eenzaamheid. Financiële onzekerheid, materiële, emotionele onzekerheid, de keizerin. De mini-keizerin en de keizerin, alle twee ondersteboven. De keizerin is de oppervrouwelijke moederenergie. En de zon. Hier ondersteboven kan het wel spreken over een scheiding. Of iemand die inderdaad emotioneel of financieel niet heel evenwichtig is of onzeker is. Met de zon heb ik wel de gelukkigste kaart van het dek. Dus wat zegt het mij hier als advies? Heel bijzonder. Ik ga het even zien. Wat is deze keizerin? Tegen liefde, de maan. Er zijn nog heel veel gevoelens die onderdrukt worden. Ik heb een soulmate connectie. Maar ik heb hier en de aas van kerken. De koning van kerken. Ik heb hier een nieuw begin in de liefde of een hernieuwd begin. Er zijn heel veel gevoelens die onderdrukt worden die het licht, daglicht mogen zien. Met de maan en de zon. Voor mij zijn dat inderdaad soulmate, connectie. Als je erin gelooft, zou het zelfs een twin flame energie kunnen zijn. Maar ik heb hier iemand die financieel niet stabiel is. Of onzeker is, op zijn minst. En iemand die dat wat meer is. Maar dan weer emotioneel wat emoties onderdrukt. Terwijl dat die er wel zijn. Geloof in je geluk. Wat is nu het advies? Wacht even, een keer. Wat is het advies? Voor het manier van maagd. Volg je passie. Dat sowieso. Ik heb de schildknaap van staven. Dus ja, ondertussen heel veel stavenenergie. Vurig gepassioneerd. Een avontuur aangaan. Een stap in het onbekende zetten. Met de drie van pentakels. Werk aan dit nieuw begin. Werk aan je passie. Samenwerken. Iets opbouwen. Constructief. En de hermiet. Krijg toch het gevoel dat je dit niet alleen moet doen. Er is hier iemand die jou steunt om die stabiliteit te creëren. Misschien vanuit een situatie dat misgaat financieel. Dat je hulp in moet roepen. Ik heb hier moederenergie. Want ik heb wel stabiliteit op de langere termijn dat opgebouwd wordt. Dus volg je passie, volg je hart. Ik heb hier, als het in de liefde gaat, een hele sterke soulmate connectie. Kan een nieuwe connectie zijn, of wat ik zeg. Omdat er al heel veel gevoelens zijn, kan dit een hernieuwde zijn. Met de maan kan dat spreken over gevoelens die onderdrukt zijn, of dan wel angsten. Het is precies misgegaan. Voor mijn gevoel kan daar aan gewerkt worden. Maar daarvoor moeten wel de antwoorden binnenin jou ook gezocht worden. Of binnenin de ander. Want ik heb hier iemand die zich terugtrekt en heelt. En ik heb hier iemand die zich alleen voelt. En eigenlijk niks doet met die energie van, ik ben alleen. Niet heelt. Dus open je hart voor liefde. In het advies zou ik dat zeker willen doen. En bouw ondertussen aan een bepaalde stabiliteit. En bouw samen aan de stabiliteit. Ik
Neem een leermeester in de hand. Doe een cursus. Bezoek een mentor. Want dan heb ik wel het geluk. Ook hier weer trouwens. Ik heb een moederenergie. Deze zon kan spreken over kinderen en de zes van kelken ook. Dus is er wat onzekerheid over bepaalde financiële of emotionele stabiliteit. Van een kind is het ook durf hulp te zoeken. Je moet niet alles alleen doen. Ik heb hier inderdaad het gevoel van eenzaamheid. Ik luid je lieve in de uitkomst voor mijn lieve maagd. De koning van kelken. De emotionele rots in de branding. Iemand die veel emoties heeft, ze niet per definitie uitspreekt, maar daar kun je wel op aan. Liefdevol. Emotioneel stabiel. De vijf van pentakels. Verlatingsangst, bindingsangst, bang voor het financiële tekort. En de ridder van zwaarden. De ridder van zwaarden is iemand die zich daarmee bemoeit. Maar alhoewel, dit is iemand die weet wat hij wil voor als vooruit gaat. Communiceert. Klaar voor de strijd. Hier in de uitdaging had ik juist energie dat zich terugtrekt. Hier heb ik iemand die klaar voor de strijd is. Emotioneel stabiel is. En ervoor wilt gaan. Verklaar de vijf van pentakels. Dat kan, hè. Werken aan de zes van kelken kan spreken ook over het verleden, de kindertijd. Denken aan de kindertijd. Zijn er dingen in de kindertijd die nog geheeld moeten worden? Waaraan gewerkt moet worden? Ik heb hier inderdaad heel veel jonge en prille energie. Nieuwsgierig, leergierig, avontuurlijk. Dus tijd en energie investeren in je persoonlijke groei, in een opleiding, in een cursus, om een bepaalde stabiliteit, emotioneel dan of financieel, op te bouwen, zodat je open kunt gaan staan voor de mooie dingen des levens, je geluk, liefde. Ik heb hier verlatingsangst en bindingsangst, waar inderdaad ook aan gewerkt wordt. Met de hoogpriesteres. Er is wel communicatie hier, er is een heel nieuw begin. Het gaat niet zonder slag of stoot. Er is nog steeds wel een soort van, het is een soulmate connectie, maar het botst een beetje. Er is nog wat strijd dat uit de wereld geholpen moet worden. De communicatie loopt. De ene is heel, heel timide. En de andere die is, die weet wat hij wil. Die communicatief vaardig. En gaat vooruit. Dus ik heb hier inderdaad wel een discrepantie, een verschil. Maar toch inderdaad. Iemand schat, waar je veel liefde voor hebt. Die je dat gevoel heeft gegeven in de steek gelaten te zijn, alleen achtergelaten. Dan heb ik hier wel een partnerschap aangewerkt. Wordt iemand uit het verleden dat terugkomt, dat kan. Intuïtief wisten we dat al. Iemand die je in de gaten houdt op afstand. Niet iedereen is het ermee eens. Er zijn mensen die zich ermee moeien, maar dat is allemaal niet zo boeiend. Koningin van Lente. Geloof in jezelf. Geweldige mensen willen je helpen. Ik heb absoluut een steuntje in de rug. Zorg voor een goede balans tussen werk en privé. De aas van zwaarden. Laat je niet afschrikken door moeilijkheden op je pad. Het is belangrijk helder en correct te communiceren. Geweldige nieuwe ideeën die uitgevoerd zouden moeten worden. Een nieuw idee, een nieuwe inspiratie, een nieuw project. Een nieuwe opleiding. Je hebt een helderheid waardoor je kunt beslissen, waardoor je kunt communiceren, vooruit kunt gaan. Het voelt als een overwinning van een mentale strijd op zijn minst. Dus heb vertrouwen in jezelf. Er zijn mensen die je helpen. Eén kaart. Van het universum. Voor mijn lieve maagd.
Nee, ja. Zeg, spreek je in boekdelen vandaag. De vijf van Lenten, die discussie inderdaad. Tegenstrijdige doelstellingen voortvloeiend uit afwijkende meningen. In conflict zijn met jezelf of anderen, te ambitieuze mensen. Ja, en tegelijkertijd met de zon heb ik niet per definitie zelfoverschatting. De drie van Kelken, nieuws dat gevierd mag worden. Aankondiging van bruiloft, diploma's of geboorte, vrienden die je koestert. Drie van Kelken kan soms spreken over een verzoening. Samen zijn, daten, genieten van de kleine dingen des levens. Ja, ben je hier emotioneel wel open aan het stellen. En de zeven van Lente, wees assertief, dat is ook de uitdaging. Blijf trouw aan wat jij gelooft. Kom onbevreesd voor jezelf op. Kom onbevreesd voor jezelf op. Oké. Okay. Ja, wees assertief. Dus niet iedereen is het ermee eens. Er is een soort concurrentie. Tegenstrijdige meningen. Maar. Heb vertrouwen in je dromen. Je harde werk wordt beloond. Nieuwe maan in steenbok. Dat kan dus eind december zijn. Dat het beloond wordt. Je bent hier een beetje ongeduldig. In afwachting op. Nieuwe maan eclips. Verwacht krachtige veranderingen. En laat het verleden je niet tegenhouden. Ervaringen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. En soms hebben we een neiging om daaraan vast te blijven hangen. Van ja, maar het is altijd moeilijk geweest. Dus waarom zou het nu anders zijn? Is er iets misgegaan dat gerepareerd kan worden? Een slechte investering. Tijd, energie, geld, gevoel. Dat mag ik nog weten. Zeg ja. Zeg gewoon ja. Zeg gewoon ja. Dus... zeg ja tegen dit project, dit idee, dit lumineus idee, deze persoon. Zeg ja. Ik ben heel benieuwd hoe dit voor jou persoonlijk resoneert. Dus laat me zeker iets weten. Ik ben altijd heel blij en heel dankbaar voor al jullie berichten. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik wens je een bijzonder mooie maand september. Geniet van je verjaardag. Feest, deel het met vrienden, familie die je koestert. Zeg ja tegen iedere opportuniteit die op je pad komt. Zonder het plat te analyseren, stel je open voor dit nieuw begin. Je wordt ondersteund, er zijn mensen die je helpen. Doe de dingen volgens het boekje, volgens de regeltjes. Maar... en zeg ja. Mijn lieve maagd, ik stuur je alle liefde en licht voor de komende periode. Ik dank je wel voor het kijken. En ik zeg tot snel.